Naarmate er meer wetenschappelijke ontdekkingen worden gedaan, blijft de kosmos ons verbazen. Dachten we enkele eeuwen geleden dat de aarde het middelpunt van het heelal was, nu weten we dat de aarde de derde planeet is van het zonnestelsel, dat er in totaal 8 telt. Dit stelsel bevindt zichzelf in één van de armen van ons melkwegstelsel, de Melkweg, die ongeveer 230 miljard sterren telt. Tegenover deze onmetelijke proporties kunnen we alleen maar de onmetelijkheid van het heelal blijven bewonderen. Wat het waarneembare deel betreft, zou het 2000 miljard sterrenstelsels bevatten. Het is dan bijna zeker dat stelsels die vergelijkbaar zijn met de onze verspreid zijn over de hele Melkweg en zelfs in het heelal in het algemeen. De sterren, deze reusachtige ballen van gloeiend gas, zijn zo helder dat ze gemakkelijk te zien zijn. Maar wat betreft de planeten die eromheen draaien, is de taak complexer. Zo complex dat pas op 6 oktober 1995 astronomen de ontdekking van een planeet buiten ons zonnestelsel bevestigden. Deze verre neven van onze aarde worden exoplaneten genoemd. Sindsdien zijn er duizenden geïdentificeerd. Als de mensheid ernaar streeft om deze nieuwe werelden te ontdekken, is dat omdat ze ons meer zouden kunnen leren over de vorming van onze eigen planeet, over de oorsprong van het leven en zelfs kunnen dienen als schuilplaats voor de mensheid in de min of meer nabije toekomst. Exoplaneten zijn bijna onzichtbaar en toch zo talrijk. Ze bevatten mysteries die de wetenschappelijke gemeenschap intrigeren en astronomieliefhebbers fascineren. Beste reiziger, welkom. Vandaag vertrekken we voor een reis van enkele duizenden lichtjaren om deze andere werelden te ontdekken. Denk, als het nog niet is gedaan, om te abonneren op het kanaal om zo het kanaal te ondersteunen. Dank u allen en blijf goed kijken. De kosmos zit vol met ruimteobjecten zoals sublieme kometen, lichtgevende sterren, vernietigende asteroïden of hongerige zwarte gaten. Onder deze siderische fauna zijn veel wezens die de sterrenstelsels bevolken zonder dat iemand er echt op let. Exoplaneten. Deze naam duidt alle planeten aan die geen deel uitmaken van ons zonnestelsel, maar om een andere ster draaien. Ze worden ook wel extrasolaire planeten genoemd. Deze maken deel uit van een eigen planetenstelsel, soms heel anders dan het onze. Wanneer een exoplaneet rond een nabije ster wordt ontdekt, is het niet ongewoon om een van zijn zusters te vinden die er vlak achter verborgen zit. In 2005, 10 jaar na de ontdekking van de eerste exoplaneet, hadden astronomen er al 155 geïdentificeerd. Op 1 juli 2021 was dit aantal gestegen tot 4.777 in 3.534 verschillende planetenstelsels. Men schat dat 5 tot 20% daarvan op de aarde lijkt. Wat de andere betreft, hun vormen zijn even divers als gevarieerd. Sommige zijn echte reuzen, zelfs groter dan Jupiter. Anderen zijn verdeeld tussen een verbrand deel, dat voortdurend naar de ster is gericht, en een ijzig deel, dat zich altijd in het donker bevindt. De buitenaardse planeten kunnen tellurisch zijn, zoals de aarde, en een ondoordringbare atmosfeer hebben, zoals Venus. Integendeel, hun atmosfeer kan zijn weggevaagd door een kataklysmische gebeurtenis, zoals op Mars. Deze buitenwerelden kunnen ons ook voorkomen als gasreuzen. De oppervlaktetemperatuur kan zowel ijzig als heet zijn en zeldzame elementen, zoals diamant of goud, kunnen de meerderheid van deze ongewone planeten vormen. Wat de wetenschappers het meest interesseert, zijn echter exoplaneten die op de onze lijken. Helaas zijn daar maar heel weinig van gevonden. Maar waarom zijn er zo weinig planeten die onze wereld kunnen vervangen? Om de eenvoudige reden dat het verschijnen van leven op aarde bijna een wonder is.
Het was mogelijk omdat een groot aantal elementen bij elkaar werden gebracht om de ontwikkeling ervan mogelijk te maken. Hoewel het mogelijk en zelfs waarschijnlijk is dat het leven andere vormen kan aannemen, is het toch zo dat alleen planeten die op de aarde lijken de menselijke soort kunnen herbergen. Daarom richten onderzoekers zich vooral op de ontdekking van planeten die op de onze lijken. Daartoe zijn zij geïnteresseerd in wat de TSI voor Earth Similarity Index wordt genoemd. Deze index meet de gelijkenis van een hemellichaam met de aarde op een schaal van 0 tot 1. Hoe dichter de waarde bij 1 ligt, hoe meer het hemellichaam op de aarde lijkt. Om de index te berekenen, controleren wetenschappers 4 parameters. De straal, de dichtheid, de temperatuur aan het oppervlak en de vrijsnelheid. Deze laatste parameter komt overeen met de minimale snelheid die een object moet hebben om definitief de aantrekkingskracht van een ster te verlaten, zonder rekening te houden met het effect van zijn atmosfeer. Hij houdt dus rechtstreeks verband met de zwaartekracht van de beschouwde ster en dus met zijn dichtheid. Deze index is een goede indicator. Hij is echter bij lange na niet voldoende om te bepalen of een exoplaneet al dan niet een goede kandidaat is om de aarde te vervangen. Laten we het voorbeeld van Mars nemen. De rode planeet lijkt momenteel de meest gunstige voor de ontwikkeling van leven van alle planeten van het zonnestelsel. Zijn gelijkenis met de aarde is 0,815. Dat is minder dan die van Venus, waarvan de index op 0,979 wordt geschat. Ja, Venus lijkt volgens dit instrument meer op de aarde dan Mars. Haar dikke atmosfeer is echter zeer rijk aan broeikasgassen. Zo bedraagt de gemiddelde temperatuur aan het oppervlak van de herdersster 462 graden Celsius. Gezien deze gegevens lijkt onze tweelingster veel vijandiger. Daarom kunnen onderzoekers niet alleen op de TSI vertrouwen om potentieel bewoonbare planeten te selecteren. Ze moeten ook de afstand van de planeet tot zijn ster observeren. Afhankelijk van zijn grootte en straling heeft elke ster zijn eigen bewoonbare zone. De omtrek van deze zone heeft de vorm van een ring en elke planeet in deze ring profiteert van een ideaal zonlicht om de ontwikkeling van een leven zoals wij dat kennen mogelijk te maken. Vele andere parameters moeten zorgvuldig worden geanalyseerd, zoals de aanwezigheid van een atmosfeer. Deze moet dicht genoeg zijn om het oppervlak te beschermen tegen zonnewinden. De samenstelling ervan mag niet te rijk zijn aan broeikasgassen en ook niet zo dicht dat het licht erdoor wordt verduisterd. De aanwezigheid van vloeibaar water, de vulkanische activiteit van de exoplaneet, de aanwezigheid van een maan en zoveel andere parameters spelen een rol in de vergelijking. Als er dag na dag veel exoplaneten worden ontdekt, is het vinden van de exoplaneet die de aarde kan vervangen uiteindelijk lang niet zo eenvoudig als men denkt. Voor wetenschappers is het als zoeken naar een naald in een hooiberg. Van de miljarden exoplaneten die de kosmos rijk is, zal er onvermijdelijk een dag komen waarop er één wordt ontdekt die bijna identiek is aan de aarde. Ondanks het astronomische aantal buitenaardse planeten werd de eerste pas in 1995 officieel ontdekt. Maar waarom hebben we zo lang moeten wachten voordat we deze sterren konden waarnemen? Het antwoord ligt in hun waarneming. In 1992 bestudeerde de Poolse astronoom Alexander Wolskan een zeer bijzonder hemellichaam, de pulsar PSR 1257+12. Een pulsar is een neutronenster die op zichzelf draait met een extreem hoge snelheid en periodieke pulsaties produceert. De studie van deze pulsar leidde de astronoom echter tot enkele zeer vreemde waarnemingen. De pulsatieperiode van het object was namelijk onregelmatig. Na verschillende hypotheses te hebben geopperd, concludeerde hij dat de aanwezigheid van twee lichamen
4 keer massiever dan de aarde, aan de oorsprong lag van deze verstoring. Het was de eerste indirecte waarneming van een ander planetenstelsel dan ons zonnestelsel. Maar de eerste directe waarneming van een exoplaneet wordt toegeschreven aan de astronomen Michel Major en Didier Queloz in 1995. De nieuwe planeet die zij ontdekten bevindt zich op ongeveer 50 lichtjaar afstand en kreeg de naam 51 Pegasi b. Net als penicilline in zijn tijd was de ontdekking van deze planeet door de twee mannen het resultaat van een gelukkig toeval. De twee astronomen waren op zoek naar sterren die op onze zon leken. Terwijl ze de enorme telescoop van het Observatoire de Haute-Provence oriënteerden, ontdekten ze dat de radiale snelheid van de ster abnormaal was. Na controle en hercontrole was er geen twijfel meer mogelijk. Er draaide inderdaad een ster rond de ster. In overeenstemming met de nomenclatuur van extrasolaire systemen kreeg deze nieuwe planeet de naam 51 Pegasi, net als de naam van de ster, en B in verband met zijn helderheid. De letter A is gereserveerd voor de helderste ster van het stelsel, hier dus de ster. 51 Pegasi b is een gasvormige planeet van grote omvang, vergelijkbaar met Jupiter. Hij heeft echter de bijzonderheid dat hij extreem dicht bij zijn ster staat, op precies 7,5 miljoen kilometer. Ter vergelijking, Mercurius bevindt zich op 51 miljoen kilometer van de zon. Dit was een verrassing voor astronomen, aangezien in ons zonnestelsel de tellurische planeten het dichtst bij de ster staan. De omlooptijd van deze gasreus bedraagt slechts 4 dagen en op zijn oppervlak heerst een temperatuur van 1000 graden Celsius. Deze onverwachte ontdekking was echter onwaarschijnlijk. De mensheid scant de hemels immers al tientallen jaren. Maar de meeste heldere lichamen die wij 's nachts zien fonkelen zijn meestal slechts sterren. De andere zijn de planeten van ons eigen zonnestelsel, zoals Venus, de herdersster. Vanaf de aarde zijn exoplaneten heel moeilijk te detecteren. Maar waarom dan? De reden heeft te maken met de atmosfeer die onze planeet beschermt en omringt. Maar ook met de aard zelf van exoplaneten. In tegenstelling tot de sterren waar ze omheen draaien, zenden deze verre planeten geen zeer intense straling uit. Het is dus niet mogelijk om ze op deze manier te detecteren, vooral omdat de kracht van de straling van de ster die van de planeten volledig overschaduwt. Toch blijven wetenschappers dezelfde methode gebruiken als die van Michel Major en Didier Queloz. Namelijk om de variaties van de radiale snelheden van de sterren te observeren om planeten buiten ons stelsel op te sporen. Een significante variatie van deze parameter wijst er waarschijnlijk op dat een massief lichaam zich in een baan rond de ster bevindt. Voor een dergelijke waarneming moet echter aan verschillende voorwaarden worden voldaan. De planeet moet zich dicht genoeg bij de ster bevinden om de zwaartekracht significant te laten zijn. Ook moet hij in verhouding tot de ster zwaar genoeg zijn om zijn radiale snelheid te beïnvloeden. Deze methode beperkt de mogelijkheden en vereist bovendien zeer krachtige telescopen. Astronomen hebben daarom een andere methode gebruikt, de transitmethode. Deze bestaat erin een afname van de helderheid vast te stellen tijdens de passage van een planeet voor zijn ster. Met deze methode zijn de meeste exoplaneten ontdekt. Hoe meer de helderheid afneemt tijdens de passage van de planeet, hoe massiever deze is. Net als de meting van de radiale snelheid geeft de transitmethode ons aanwijzingen over de grootte van de gedetecteerde planeet. Maar het gaat verder door ons ook informatie te geven over zijn atmosferische samenstelling. Wanneer de stralen van de ster door de atmosfeer van de planeet gaan, worden ze namelijk gefilterd. Door de ruwe stralen te vergelijken met de gefilterde, kunnen wetenschappers het profiel van de atmosferische samenstelling vaststellen.
als deze bestaat uit chemische elementen zoals methaan, zuurstof, kooldioxide of zelfs water, vergroot dit de kans dat deze planeet leven zou kunnen herbergen. Hoewel deze methode vrij succesvol is, heeft ze ook enkele nadelen. Om een planeet te detecteren, moet zijn baanvlak in lijn liggen met het onze. Bovendien kan de transitmethode niet worden toegepast vanaf het aardoppervlak. De passage van een planeet voor zijn ster veroorzaakt een zeer kleine afname van de lichtsterkte. Vanwege de dikke atmosfeer die onze planeet omgeeft, kunnen we niet zeggen of de afname van de lichtkracht inderdaad het gevolg is van een planeet in een baan om de aarde. De detectie via de transitmethode gebeurt daarom met behulp van satellieten die speciaal zijn ontworpen om de kosmos af te speuren, op zoek naar nieuwe werelden. De eerste was de Kepler-satelliet, die in 2009 door de NASA werd uitgezonden. Zijn missie was eenvoudig: zoveel mogelijk exoplaneten in onze Melkweg identificeren. Daartoe werd de telescoop zorgvuldig uitgerust door de ingenieurs van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Bij de lancering had hij de grootste spiegel van alle telescopen in een baan om de aarde. De uitrusting omvatte ook 42 CDD-sensoren voor een totale resolutie van 96 megapixels. Dit was voldoende om ongeveer 25% van het hemeloppervlak te bestrijken. Tijdens zijn werking heeft de Kepler-telescoop 2662 nieuwe planeten ontdekt met behulp van de transitmethode. Helaas stopte de activiteit van de telescoop in 2018 door grote storingen. Dankzij de Kepler-missie konden echter enkele kenmerken van exoplaneten worden belicht. Het blijkt dat de meeste van hen een grootte hebben tussen die van onze aarde en die van Neptunus. Dit wordt superaarde genoemd. Dankzij de waarnemingen van Kepler kon ook worden bevestigd dat de meeste sterren tenminste één planeet in een baan om die ster hebben. In hetzelfde jaar dat Kepler werd ontmanteld, lanceerde de NASA een nieuw ruimtevaartuig dat eveneens was gewijd aan de ontdekking van buitenaardse planeten. De naam, de TESS ruimtetelescoop, de Transiting Exoplanet Survey Satellite. Het onderzoek van deze laatste was hoofdzakelijk gebaseerd op de ontdekking van planeten die overeenkomsten vertonen met de onze, namelijk tellurische planeten van kleine omvang die zich in de bewoonbare zone van hun ster bevinden. Wat de waargenomen sterren betreft, richtte TESS zich op die welke qua grootte en helderheid gelijk waren aan onze zon en die zich zo dicht mogelijk bij ons bevonden. Het doel van de missie is vooral het ontdekken van potentieel bewoonbare werelden die het gemakkelijkst bereikbaar zijn. Hoewel het bereiken van deze werelden op dit moment een utopie lijkt, is het niet onmogelijk dat de ontdekkingen van de telescoop in de komende eeuwen zullen leiden tot ruimteverkenningsmissies of zelfs kolonisatie. Op 23 maart 2021 kondigde NASA aan dat de telescoop al meer dan 2200 exoplaneten had ontdekt door bijna 70% van de hemelbol te scannen. Nog recenter werd de James Webb Space Telescope in een baan om de aarde gebracht. De lancering vond plaats op 25 december 2021. Het is momenteel de grootste en duurste van alle telescopen die in een baan om de aarde zijn gebracht. Anders dan zijn voorgangers richt hij zich niet alleen op het zoeken naar exoplaneten, maar wil hij het werk van de Hubble Space Telescope voortzetten, namelijk de observatie van het heelal in brede zin. Voor de NASA en de verschillende ruimtevaartorganisaties in de wereld zijn deze observatiemissies cruciaal voor het begrip van ons heelal. De telescopen in een baan om de aarde, die steeds krachtiger worden, worden niet gehinderd door de dikke atmosfeer van onze planeet en kunnen daardoor steeds fijnere waarnemingen doen. In zijn tijd heeft de Hubble-telescoop met name het bestaan van superzware zwarte gaten in het centrum van sterrenstelsels aan het licht gebracht, maar ook de mysterieuze donkere materie en donkere energie.
Misschien zal de James Webb-telescoop als eerste het bewijs leveren dat het leven zich elders dan op onze blauwe planeet heeft ontwikkeld. Voorlopig stelt niets ons in staat deze hypothese te valideren, hoe fascinerend ze ook is. Anderzijds hebben de verschillende waarnemingen van telescopen zeer bijzondere exoplaneten aan het licht gebracht, waarvan sommige veelbelovend zijn voor de toekomst van de mensheid. Degene die we als eerste zullen ontdekken, bevindt zich in het Kepler-90-systeem. Op een afstand van meer dan 2800 lichtjaar bevindt zich het buitenaardse stelsel Kepler-90. Deze laatste heeft onlangs de belangstelling van astronomen gewekt, vanwege de ontdekking van een nieuwe exoplaneet, Kepler-90i. Hiermee is Kepler-90 officieel het eerste planetaire systeem buiten het onze met 8 planeten die om één ster draaien. De naam van dit systeem komt van de Kepler-telescoop die de ontdekking deed. Het was het 90ste stellaire object dat tijdens de missie werd ontdekt. De 3 planeten die het dichtst bij de ster staan, Kepler-90 b, c en i, zijn tellurische planeten, vergelijkbaar in grootte met de aarde. De volgende 3, Kepler-90 d, e en f, zijn gasplaneten, iets kleiner dan Neptunus, en de laatste 2, Kepler-90 g en h, zijn gasreuzen, zoals Jupiter en Saturnus. Dit is een verrassend kenmerk, want in ons zonnestelsel zijn het juist de grotere gasplaneten die zich dicht bij de ster bevinden, wat in contrast staat met de verdeling die in het Kepler-90-systeem is waargenomen. Ook staan de planeten in dit stelsel veel dichter bij elkaar dan in ons zonnestelsel. Kepler-90h, de verste in het systeem, bevindt zich ongeveer even ver van zijn ster als de aarde van de zon. Dit heeft grote belangstelling gewekt in de wetenschappelijke gemeenschap, die zich nog steeds afvraagt hoe zo'n complex systeem massieve lichamen op zo'n korte afstand kan bevatten en toch stabiel kan zijn. Als dit extrasolaire systeem wordt aangeduid als Kepler-90, dan is dat ook de naam van de ster in het centrum ervan. Kepler-90 is een gele dwerg, waarvan de massa en de straal respectievelijk 1,2 keer die van de zon zijn. Zijn oppervlaktetemperatuur is 5800 graden Celsius, ongeveer 250 graden koeler dan de oppervlaktetemperatuur van onze ster. Hoewel hij qua grootte en temperatuur vergelijkbaar is met de zon, wordt de leeftijd van Kepler-90 geschat op 2 miljard jaar. Hij is dus 2 keer zo jong als onze zon. Op een heldere nacht zou men in de verleiding kunnen komen om deze jonge ster te observeren. Helaas is hij te donker om vanaf de aarde met het blote oog te zien. Hij is echter 1,7 keer helderder dan de zon. Door deze hitte en straling zijn de planeten Kepler-90 b en c, die het dichtst bij de ster staan, veel te heet om bewoonbaar te zijn. Hun temperatuur benadert die van Mercurius of Venus. Kepler-90 i, de laatste planeet die in dit systeem is ontdekt, is de derde in termen van afstand tot de ster. Deze werd net als zijn zusters ontdekt via de transitmethode. Hij gaf de analisten echter iets meer problemen. Een langere waarnemingsperiode en gegevensverwerking op basis van complexe algoritmen waren nodig om hem op te sporen. Zijn bestaan werd officieel bewezen in 2017, waardoor het Kepler-90-systeem het enige andere planetenstelsel is met 8 planeten buiten het zonnestelsel. Het is echter niet onmogelijk dat andere planeten deel uitmaken van dit stelsel. En onderzoekers houden Kepler-90 nauwlettend in de gaten. Misschien heeft hij nog niet al zijn mysteries prijsgegeven. Als u zich afvraagt hoe deze planeet eruit zou kunnen zien, stel u dan voor dat het oppervlak van de aarde bijna 500 graden Celsius is. En u krijgt een vrij nauwkeurige voorstelling.
Deze planeet lijkt inderdaad op de aarde wat betreft massa, diameter en chemische samenstelling. Alleen maakt de nabijheid van zijn ster de ontwikkeling van leven onmogelijk. In feite lijkt geen van de planeten die op dit moment in het Kepler-90-systeem zijn ontdekt, leven te kunnen herbergen. Maar er is een ander systeem, net zo interessant als Kepler-90, dat op dit punt veelbelovender lijkt. Dit laatste, TRAPPIST-1 genaamd, zou minstens 3 planeten in een baan om de bewoonbare zone van de ster hebben. Op kosmische schaal is het planetenstelsel TRAPPIST-1 onze buurman. Het bevindt zich op een afstand van 39,5 lichtjaar, oftewel bijna 4 keer 1014 kilometer. Ook al lijkt dit stelsel op dit moment onbereikbaar, door zijn baan drijft het langzaam naar ons toe. Wie weet is TRAPPIST-1 ooit dichtbij genoeg om door de mensheid verkend te worden. De ster TRAPPIST-1 is wat wij een rode dwerg noemen. Deze sterren zijn de kleinste en minst heldere sterren in het heelal. Ze schijnen ongeveer 1% van de intensiteit van onze zon. Daarom zijn ze vanaf de aarde onzichtbaar voor het blote oog. Daar staat tegenover dat zij de hemel in de meerderheid bevolken en bijna 10 miljard jaar kunnen branden. Naar schatting 80% van de sterren in het heelal zijn rode dwergen. Voor TRAPPIST-1 is deze status van dwergster niet ongegrond, aangezien zijn grootte vergelijkbaar is met die van Jupiter. Hoewel hij onvergelijkbaar kleiner is dan onze zon, is TRAPPIST-1 toch ongeveer 3 miljard jaar ouder. Om de ontdekking van dit stelsel beter te begrijpen, moeten we enige tijd terug in de tijd, meer bepaald in 2016. Het is op dat moment dat 3 exoplaneten die rond TRAPPIST-1 draaien, werden ontdekt via de transitmethode. Deze indirecte waarneming is niet het werk van een ruimtetelescoop, maar van een terrestrische telescoop en meer bepaald die van het ESO-observatorium in Chili. Op een hoogte van meer dan 2600 meter biedt deze sterrenwacht ideale omstandigheden voor ruimteobservatie. Zo werden respectievelijk de planeten TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c en TRAPPIST-1d ontdekt. Maar door de waarnemingen met de Spitzer-telescoop voort te zetten, konden de wetenschappers ook de aanwezigheid van TRAPPIST-e, f, g en h ontdekken voor een totaal van 7 exoplaneten. Dit is een vrij groot aantal, maar het evenaart niet het Kepler-90-systeem. De planeten van het TRAPPIST-1-systeem hebben echter een bijzonderheid die van Kepler-90 niet hebben. Ze zijn, qua grootte, allemaal identiek aan de aarde. Hun straal varieert namelijk tussen de 0,7 en 1,13 keer die van onze planeet. Mede daarom wordt TRAPPIST-1 beschreven als een van de meest veelbelovende systemen in de zoektocht naar bewoonbare werelden. Na analyse van de dichtheid van deze verschillende planeten blijkt dat zij potentieel aanzienlijke hoeveelheden water en andere vluchtige elementen moeten bevatten. Dit is nog waarschijnlijker voor de verst verwijderde planeten TRAPPIST-1e, f, g en h, die bijna volledig met water bedekt zouden kunnen zijn. Deze planeten zouden dus vergelijkbaar zijn met een reusachtige oceaan, zoals de planeet Miller in de film Interstellar van Christopher Nolan. Als we de planeten van het TRAPPIST-1-systeem nader bekijken, zien we dat slechts 3 ervan zich in de bewoonbare zone van hun ster bevinden, respectievelijk TRAPPIST-1d, e en f. Aangezien TRAPPIST-1b en c te dicht bij hun ster staan, zijn hun temperaturen te hoog om water in vloeibare vorm te bevatten. De planeten G en H staan te ver weg en ontvangen te weinig zonlicht om bewoonbaar te zijn. Hoewel sommige van deze planeten veelbelovend zijn qua massa, samenstelling en oppervlaktetemperatuur, moet ook rekening worden gehouden met hun atmosfeer. Aangezien TRAPPIST-1 een rode dwerg is, verspreidt hij niet zoveel energie als onze zon.
Om te profiteren van dezelfde omstandigheden als onze aarde, moeten de planeten dichter bij elkaar staan. Deze nabijheid zou ze onbewoonbaar kunnen maken. Sterren hebben soms periodes van hoge activiteit. Als dat gebeurt, zouden de zonnewinden en het ultraviolette bombardement zo intens zijn dat ze de atmosfeer van potentieel bewoonbare planeten gewoon zouden kunnen wegvagen. Sommige onderzoeken lijken echter aan te tonen dat planeten G en H een atmosfeer zouden kunnen hebben die sterk genoeg is om deze periodes van hoge activiteit te doorstaan. Deze hypotheses staan nog steeds ter discussie en wetenschappers wachten om meer gegevens te verzamelen, vooral met behulp van de James Webb-telescoop. Maar één ding is zeker, ze zullen dit nabije stelsel in onze Melkweg goed in de gaten houden. De zoektocht naar aardachtige exoplaneten stuit soms op problemen. Hoewel wetenschappers er meer dan 4000 hebben kunnen identificeren, zijn veel van deze nieuwe werelden niet geschikt voor leven. Dit komt door alle eerder genoemde factoren, maar ook door de detectiemethode. De transitmethode is weliswaar doeltreffend, maar maakt het hoofdzakelijk mogelijk om massieve lichamen, van superaarders tot hete Jupiters, op te sporen, omdat deze planeten een aanzienlijke helderheidsvermindering veroorzaken wanneer zij voor hun ster langsgaan. Ook planeten met een snelle omlooptijd zijn gemakkelijker te detecteren, omdat het aantal passages voor hun ster een snellere bevestiging van hun status mogelijk maakt. Het zijn dus de planeten dicht bij de heldere ster, of die rond dwergsterren draaien, die het meest worden gedetecteerd, zoals bij het TRAPPIST-1-systeem. Onder deze vele kandidaten die automatisch worden geëlimineerd, is er echter één planeet die de aandacht van de wetenschappers heeft getrokken. Het is namelijk één van de meest waarschijnlijke werelden die een vorm van leven kan herbergen die op dit moment is ontdekt. De naam van deze planeet is Gliese 832c. Hij draait om de gelijknamige ster, Gliese 832, die zich op slechts 16 lichtjaar van de aarde bevindt en tot het sterrenbeeld kraanvogel behoort. Helaas bevat dit sterrenbeeld niet veel sterren die met het blote oog zichtbaar zijn. Als je naar boven kijkt, kun je Gliese 832 niet zien, ondanks zijn relatieve nabijheid tot de aarde. Ook deze ster valt in de categorie rode dwergen en zijn lichtsterkte is slechts 7000ste van die van de zon. De ster is echter maar 2 keer zo klein. De bewoonbare zone van de ster is dus erg smal. De planeten rond Gliese 832 zijn onderhevig aan de zwaartekracht van de ster, maar ook aan die van hun eigen rotatie en vertonen dus altijd hetzelfde gezicht. Dit is precies hetzelfde verschijnsel dat zich voordoet tussen de maan en de aarde of tussen Mercurius en de zon. De exoplaneten van dit systeem zijn er 2, Gliese 832c en Gliese 832b. Voor de zoektocht naar potentieel bewoonbare werelden is Gliese 832c de beste van de 2 kandidaten. Het is echter Gliese 832b die als eerste is ontdekt. In 2008 om precies te zijn. Omdat het een planeet in de categorie superjupiters is, was zijn waarneming gemakkelijker dan die van Gliese 832c. Pas in 2015 werd deze laatste ontdekt. Deze gebeurtenis was een algemene verrassing, zowel voor de pers als voor de astronomen, want de analyse bracht een gelijkenisindex aan het licht die uitzonderlijk dicht bij die van de aarde ligt. 0,81 om precies te zijn. In een beweging van algemeen enthousiasme kreeg Gliese 832c de bijnaam Tweede Aarde. De planeet vertoont echter opmerkelijke verschillen met onze wereld. De gelijkenisindex wordt inderdaad berekend volgens verschillende parameters die één of meer belangrijk gewicht in de vergelijking innemen.
Zo bleek uit de studie van Gliese 832c dat zijn massa 5,5 keer die van de aarde was en dat de planeet er 35 aardse dagen over doet om een volledige omwenteling om zijn ster te maken. Deze korte omlooptijd is het gevolg van het feit dat Gliese 832c 6 keer dichter bij de rode dwerg staat dan wij bij de zon. Dit leidt ook tot een aanzienlijke excentriciteit. Maar wat betekent dit in de praktijk? In de sterrenkunde is het belangrijk te weten dat de banen van de aarde over het algemeen elliptisch zijn en niet cirkelvormig. Dit komt door vele factoren zoals de rotatiesnelheid van de planeet of kosmische schokken met asteroïden die de baan kunnen verstoren. Hoe groter de excentriciteit van een planeet, hoe duidelijker deze ellipsvorm is. Dit is het geval voor Gliese 832c. Hierdoor verlaat hij regelmatig de bewoonbare zone om onmiddellijk terug te keren. Dit moet plotselinge stijgingen en dalingen van de oppervlaktetemperatuur veroorzaken. Afgezien daarvan ontvangt de planeet van zijn ster zonlicht dat dicht bij dat van de aarde ligt. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur van Gliese 832c wordt geschat op min 20 graden Celsius, terwijl die van het aardoppervlak eerder 15 graden Celsius bedraagt. Het verschil is opmerkelijk, maar niet ongeschikt voor de ontwikkeling van leven zoals wij dat kennen. Maar één parameter maakt deze uitspraken onzeker. Door zijn nabijheid tot zijn moederster zou Gliese 832c voortdurend hetzelfde gezicht kunnen blootstellen en daardoor één deel altijd zonnig hebben en een ander, veel kouder, altijd in de schaduw. Dit zou aan zijn oppervlak grote klimaatverstoringen kunnen veroorzaken, zoals hevige orkanen, vooral omdat zijn atmosfeer potentieel zeer dicht is. Laten we nu eens kijken hoe het oppervlak van deze planeet eruit zou kunnen zien, in de veronderstelling dat hij leven zou kunnen herbergen. Aangezien zijn massa potentieel meer dan 5 keer die van de aarde is, zou zijn zwaartekracht drastisch hoger zijn. Maar er is enige onzekerheid rond deze gegevens. Zo is het onmogelijk te weten of de zwaartekracht op het oppervlak van Gliese 832c te sterk voor ons zou zijn. Wetenschappers schatten dat deze kracht wel eens 200 tot 400% van die van de aarde zou kunnen zijn. Aangezien Gliese 832c een tellurische planeet is, impliceert dit dat zijn reliefs niet zo belangrijk zouden zijn vanwege de verpletterende zwaartekracht. De korst van deze planeet zou relatief vlak zijn met opeengepakte bergen en ondiepe oceanen. Dit zou dus de omvang van gebieden met vloeibaar water bevorderen, wat een cruciaal punt is voor de ontwikkeling van leven, althans zoals wij dat kennen. Gezien de vrij lage helderheid van zijn ster en vooral zijn dichte atmosfeer, moet de hemel op Gliese 832c vooral een schemerig uiterlijk hebben. Deze moet een eerder roodachtige tint hebben en de dagen eerder donker. Met zijn langgerekte baan en zijn korte omlooptijd moeten de seizoenen op deze planeet vrij uitgesproken zijn en vooral van week tot week wisselen. Rekening houdend met deze frequente afwisseling tussen vriestemperaturen en warme dagen is het redelijk te stellen dat als Gliese 832c leven herbergt, de soorten die deze planeet bewonen over veel efficiëntere mechanismen voor warmteregeling moeten beschikken dan de onze. We kunnen ook denken dat deze organismen, afhankelijk van de periode, in staat zijn om snel te migreren naar koudere of warmere gebieden van de planeet. Gezien de sterke zwaartekracht op het oppervlak van Gliese 832c, zouden zijn potentiële bewoners wel eens een klein en gedrongen silhouet kunnen hebben, met een dikke botstructuur en een sterk ontwikkeld spierstelsel. Als zij naar onze planeet zouden kunnen migreren, zouden deze wezens veel grotere temperatuurschommelingen kunnen weerstaan. Zonder twijfel zouden zij niet zoveel grondstoffen nodig hebben om zich te verwarmen als wij. Ook zou hun kracht veel groter zijn dan de onze en zouden zij zulke zware last op hun schouders kunnen dragen dat die voor ons overweldigend zouden zijn. De planten zouden waarschijnlijk vrij donker zijn, zo niet zwart, om zoveel mogelijk licht aan te trekken.
maar ook diepe en sterke wortels hebben om de hevige winden te weerstaan die aan de oppervlakte woeden. Natuurlijk zijn dit slechts veronderstellingen, gebaseerd op de wetenschappelijke gegevens waarover we beschikken. Deze organismen kunnen net zo goed in het eencellige stadium zijn, of helemaal niet. Het is ook logisch om te denken dat als buitenaardse wezens deze planeet bevolken, de meest gunstige zone voor hun ontwikkeling de kruising tussen de lichte kant en de donkere kant van de planeet moet zijn. Op deze plaats moet de temperatuur ideaal genoeg zijn voor de ontwikkeling van organismen die lijken op die op aarde voorkomen. We kunnen ook denken dat de bergachtige reliefs van de ster gebruikt kunnen worden als bescherming en schuilplaats tegen de onstuimige winden die ter hoogte van deze scheidingszone heersen. Misschien bewonen troglodietwezens de bergen van Gliese 832c en profiteren zij van rustige tijden om te vissen op het niveau van de oceanen die het oppervlak bedekken, zoals onze voorouders in de oudheid deden. Want ja, als er vloeibaar water is op Gliese 832c, bevindt het zich waarschijnlijk op de grens tussen de blootgestelde en de verborgen zijde van de planeet. De wolken die zich in de hete zone vormen, worden door de wind naar de grens geduwd en vallen als neerslag. Terwijl het ijs dat het koude deel van de planeet bedekt, geleidelijk smelt om de rivieren te voeden. Wat de zeer snelle wisselingen van de seizoenen betreft, zou dit verschijnsel de getijdenwerking van de maan op onze planeet goed kunnen nabootsen. Dit alles bevestigt de wetenschappers in het idee dat Gliese 832c mogelijk leven kan herbergen. Helaas is het op dit moment onmogelijk om dat te weten. Realistisch gezien blijft deze planeet veel minder gunstig dan de aarde voor de ontwikkeling van levensvormen. De ontdekkingen op onze eigen planeet bewijzen echter dat het leven zeer adaptief is en vooral veel diverser dan wij ons kunnen voorstellen. Van bacteriën die ongevoelig zijn voor alle soorten straling, tot wezens in de afgrond die bestand zijn tegen kou, fenomenale druk en gebrek aan licht. We kunnen alleen maar hopen dat ons universum net zo rijk is aan diversiteit en dat de aarde niet de enige planeet is waar leven is ontstaan. Onze prachtige reis heeft ons naar de diepten van de kosmos gebracht. Voor onze volgende bestemming zullen we dichter bij ons zonnestelsel komen. We zullen zelfs de dichtstbijzijnde exoplaneet bij de aarde waarnemen die ooit is ontdekt. Op het zuidelijk halfrond, licht van het Zuiderkruis sterrenbeeld en iets onder het beroemde Centaur sterrenbeeld, ligt de mysterieuze Proxima van de Centaur B. Zijn configuratie is vergelijkbaar met die van Gliese 832c, wat betekent dat hij om een rode dwerg, Proxima Centauri, draait. Het interessante aan Proxima Centauri B is dat deze planeet niet is ontdekt met de traditionele transitmethode, maar door radiale snelheidsanalyse. Door zijn baan rond de ster veroorzaakt Proxima Centauri B een lichte aantrekkingskracht op deze laatste, waardoor hij geleidelijk aan ons waarnemingspunt nadert of zich ervan verwijdert. Door het Doppler-effect kunnen dan golflengtevariaties worden waargenomen in de straling die Proxima Centauri uitzendt. Deze variaties waren dus een indirect bewijs dat er een massief lichaam om de ster moet draaien. Dit lichaam is niemand minder dan Proxima Centauri B, een planeet die 1,27 keer zwaarder is dan de aarde. Zijn omwentelingsperiode bedraagt slechts 11 dagen, maar het meest verrassende aan deze exoplaneet is zijn nabijheid tot de onze. Proxima Centauri B is namelijk slechts 4,22 lichtjaar van ons verwijderd. In de zoektocht naar potentieel bewoonbare nieuwe werelden is Proxima B bijzonder interessant omdat hij zich in de bewoonbare zone van zijn ster bevindt. Uit de analyse van zijn atmosfeer blijkt dat Proxima B een planeet zou kunnen zijn die volledig bedekt is met water,
zonder zelfs maar een continent om voet aan wal te zetten. Dit geeft hem een nieuw gemeenschappelijk punt met de exoplaneten van het Gliese 832-systeem. Maar in tegenstelling tot Gliese 832c zou de zwaartekracht op Proxima b niet zo belangrijk zijn. Dit betekent dat het reliëf van deze planeet meer uitgesproken zou zijn, een beetje zoals op aarde, met mogelijk 200 kilometer diepe oceanen. Vergeet niet dat de Marianentrog, de diepste trog van de oceaan op onze planeet, slechts 11 kilometer diep is. We weten dus dat Proxima b zich in de bewoonbare zone van zijn ster bevindt, mogelijk bedekt is met vloeibaar water en een atmosfeer heeft. Ook zou de warmteoverdracht vanwege zijn rotatie de temperatuur op het hele oppervlak van de planeet, inclusief zijn verborgen gezicht, levensvatbaar kunnen maken. Als men daarbij optelt dat de gelijkenis met de aarde 0,87 bedraagt, wordt de planeet een van de beste kandidaten voor het zoeken naar een nieuwe schuilplaats voor de menselijke soort. Helaas zijn er dingen die dit niet met zoveel zekerheid ondersteunen. In 2017 hebben astronomen een cataclysmische gebeurtenis waargenomen die plaatsvond in de buurt van de planeet. Een gigantische zonnevlam werd uitgezonden vanaf Proxima Centauri. Deze vlam was 10 keer helderder dan de krachtigste zonnevlam die ooit op onze zon is waargenomen. Deze gigantische explosie verhoogde de helderheid van Proxima Centauri met een factor 1000 in slechts 10 seconden. Tijdens deze zonnevlam ontving Proxima b mogelijk zo'n hoge dosis straling dat het elk mogelijk spoor van leven had kunnen uitroeien. Aangezien er al andere zonnevlammen op Proxima b zijn waargenomen, zou Proxima b wel eens een verkoolde aarde zonder atmosfeer kunnen zijn. Een dorre woestijnwereld zoals onze tweeling, de rode planeet. Van de vele werelden die astronomen hebben ontdekt, zouden sommige inderdaad leven kunnen herbergen. Dit is het geval bij Gliese 832c, Proxima b of TRAPPIST 1d. Maar tijdens hun onderzoek hebben wetenschappers ook even vreemde als fascinerende planeten en stelsels ontdekt. De eerste die we zullen waarnemen bevindt zich in het sterrenbeeld Tweelingen. Binnen ons zonnestelsel troont alleen de zon die trots haar licht en warmte uitstraalt. Maar in een meervoudig zonnestelsel delen meerdere sterren de schijnwerpers. Deze systemen zijn vrij zeldzaam en bestaan uit 2 of 3 sterren die in elkaar gevangen zitten onder invloed van hun zwaartekracht. Maar als je naar het Castor-systeem kijkt, is wat je zult ontdekken meer dan verrassend. In dit meervoudige stelsel is elk van de 3 centrale sterren in feite een dubbelster. Dit stelsel bevat dus 6 sterren. Vergeleken daarmee heeft de planeet Tatooine met 2 zonnen die de film Star Wars ons voorschotelt niets bijzonders. Castor is het op 1 na helderste object in het sterrenbeeld Tweelingen. Hoewel het stelsel vrij ver weg staat, op een afstand van bijna 51 lichtjaar, is het een pasgeborene in de geschiedenis van het heelal. Zijn leeftijd wordt geschat op ongeveer 200 miljoen jaar. In dit specifieke stelsel is de centrale ster niemand minder dan Castor A. Deze ster kan gemakkelijk worden aangemerkt als een reus, want hij is 2 keer zo zwaar, maar ook 2 keer zo groot als onze zon. Hoewel er ongelooflijke grote sterren in ons heelal zijn, zoals Antares of Betelgeuse, moeten we niet vergeten dat 85% van de sterren in de kosmos kleiner is dan onze zon. De 6 zustersterren van het Castor-stelsel draaien om hetzelfde zwaartepunt, het barycentrum. Samen zijn ze 52,4 zo helder als de zon. Ook nu nog blijft dit stelsel wetenschappers intrigeren, omdat het aantal sterren dat het bevat ongebruikelijk is. Over het ontstaan ervan wordt nog steeds gediscussieerd. Ondanks hun talrijke waarnemingen
hebben zij echter nog geen enkele planeet in het vreemde meervoudige systeem kunnen ontdekken. KELT-9b, ontdekt in 2016, is simpelweg de heetste exoplaneet ooit geregistreerd. Deze planeet bevindt zich richting het centrum van het sterrenbeeld Zuiderkruis. Zijn referentiester, KELT-9, bevindt zich op de onmetelijke afstand van 620 lichtjaar van de aarde. Deze jonge ster is momenteel 2 keer zo helder en 2 keer zo heet als de zon. Terwijl de temperatuur van deze ster 9800 graden Celsius bedraagt, is de temperatuur van KELT-9b 4300 graden Celsius. Dat is meer dan de meeste bekende sterren in ons heelal. Op deze planeet worden de ons bekende natuurkundige wetten tot het uiterste gedreven. Zijn spectrale analyse heeft de aanwezigheid van ijzer en titanium in zijn atmosfeer aangetoond. De temperatuur op KELT-9b is zo hoog dat zelfs het metaal verdampt en condenseert tot wolken aan de onderkant. Dit betekent dat het letterlijk metaal kan regenen. Met het oog op het stralingsbombardement dat KELT-9b ontvangt, verwachten de wetenschappers een planeet aan te treffen die kleiner is dan de aarde en steeds kleiner wordt door de kracht van de straling. Hun ontdekking was echter heel anders, want KELT-9b is in feite bijna 2 keer zo groot en 3 keer zo zwaar als Jupiter. Onder invloed van de door zijn ster ontvangen straling is de atmosfeer van de planeet opgeblazen als een ballon. Het is ook mogelijk dat het bombardement van ultraviolette straling dat KELT-9b ondergaat een aanzienlijk verlies van materiaal veroorzaakt. Net als kometen zou hij dan een spoor van gloeiend gas achterlaten. Een ander opmerkelijk feit over KELT-9b is dat hij een polaire baan heeft en geen equatoriale zoals de meeste exoplaneten die we kennen. Wat de planeet betreft, zijn rotatiesnelheid op zichzelf is zodanig dat hij zichzelf gaat vervormen om de vorm van een rugbybal aan te nemen. Dit verschijnsel staat bekend als zwaartekrachtverduistering. Hierdoor is de temperatuur in het equatoriale gebied van de planeet lager dan aan de polen. We hebben het over een verschil van 800 graden Celsius. Wetende dat KELT-b in slechts 36 uur ronddraait, is het bijna alsof deze planeet elke 9 uur van seizoen verandert. Momenteel kan niemand verklaren waarom deze exoplaneet zo'n bijzondere baan heeft. Terwijl planeten zoals de onze voortdurend baden in het licht van hun ster, worden andere, zoals TRES 2b, ondergedompeld in de eeuwige nacht. Deze reus bevindt zich op de astronomische afstand van 750 lichtjaar van de aarde en is 1,5 keer zwaarder dan Jupiter. Hij intrigeerde wetenschappers bij zijn ontdekking, omdat hij, nadat hij met de transitmethode was ontdekt, plotseling van de radar verdween zodra hij voor zijn ster langs ging. In werkelijkheid was de planeet niet verdwenen, noch door iets anders verduisterd. Noch was het de gebruikte detectieapparatuur die ontbrak. In feite is TRES 2b één van de donkerste planeten ooit ontdekt. Hij reflecteert slechts 1% van het licht van zijn ster. Ter vergelijking, zelfs de donkerste steenkool die je kunt vinden reflecteert ongeveer 3% van het licht dat hem bereikt. Alsof deze angstaanjagende duisternis nog niet genoeg is, schat men de temperatuur op zijn oppervlak op 1600 graden Celsius. In de ruimte lijkt deze planeet op een apocalyptisch visioen van wat er had kunnen gebeuren met Jupiter, de heldere gasreus van ons zonnestelsel. Voorlopig kan geen enkele verklaring met zekerheid worden gegeven voor de aard van dit lichaam. Als TRES 2b zo donker is, komt dat misschien doordat zijn atmosfeer rijk is aan sterk absorberende elementen, zoals natrium, kalium of titaniumoxidegas. Als u dacht dat Pluto, die zich op een afstand van 6 miljard kilometer van de zon bevindt, erg ver weg is, dan komt dat omdat u de planeet HD 1069 06b niet kent. Zijn ster is weliswaar iets heter,
maar lijkt in alle opzichten op onze zon. Men zou kunnen denken dat als er planeten omheen zouden draaien, de verder weggelegen planeten de plaats van Neptunus zouden innemen. De verder weggelegen hemellichamen zouden niet genoeg aantrekkingskracht hebben om planeten te vormen door aangroei van materie of condensatie van gas. Daarom wordt ons zonnestelsel begrensd door een ring van asteroïden die de Kuipergordel wordt genoemd. Neptunus bevindt zich op een afstand van 30 astronomische eenheden van de zon. Voor HD 106906b is deze afstand 600 astronomische eenheden. Dit komt overeen met 90 miljard kilometer. Deze schalen zijn zo immens dat de menselijke geest ze onmogelijk kan bevatten. Wetenschappers, ontzet door deze ontdekking, kunnen niet met zekerheid verklaren hoe een planeet zo ver weg heeft kunnen ontstaan. Er zijn echter verschillende hypothesen naar voren gebracht. Wanneer een ster wordt gevormd, wordt hij zelden alleen geboren. Het komt vrij vaak voor dat andere sterren in de buurt worden geboren. Dit was ook het geval voor onze zon. Een van deze sterren had tijdens zijn drift de onfortuinlijke planeet HD mee kunnen nemen, waardoor deze zich voorgoed van zijn moederster zou hebben verwijderd. De afstanden zijn echter zo groot dat deze hypothese geen consensus heeft. Een andere theorie is dat een planeet zich in de buurt van de ster heeft gevormd en dat deze uit zijn systeem is gestuurd, waarbij de nu ver verwijderde planeet werd meegenomen. Maar om deze theorie aannemelijk te maken, moet de uitgestoten planeet een aanzienlijk grotere massa hebben dan die van HD 109606b. Helaas is deze drijvende planeet nooit gevonden. Hoewel hij heel ver van zijn moederster verwijderd is, is de eenzame wolvenplaneet niet donker. Het is een reus, ongeveer 10 keer groter dan Jupiter. Hierdoor zijn de gassen waaruit hij bestaat zo samengeperst dat ze heet worden, zelfs brandend om precies te zijn. De temperatuur aan zijn oppervlak is ongeveer 1500 graden Celsius, zodat hij met infraroodtelescopen kan worden waargenomen. Naast zijn afgelegen ligging zijn wetenschappers niet in staat om de vreemde baan van deze planeet te verklaren. Net als Pluto, die niet in het vlak van de ecliptica draait, is de baan van HD zeer langgerekt en vooral volledig schuin. Misschien zal onderzoek ooit kunnen verklaren wat deze eenzame planeet zulke bijzondere eigenschappen heeft gegeven. Corot-T is de naam van een kleine satelliet gelanceerd door een Frans team. Toen deze satelliet in een baan om de aarde werd gebracht, twijfelden wetenschappers nogal aan het nut ervan. Het object is immers zo groot als een drone en meet niet meer dan 30 centimeter in diameter. Maar tegen alle verwachtingen in ontdekte de satelliet in 2009 een exoplaneet die sterk op de aarde lijkt en bijzonder dicht bij zijn ster staat. Zo dichtbij dat deze verre neef er slechts 20 uur over doet om een volledige cirkel te maken. Op het moment van ontdekking was het de kleinste exoplaneet die ooit was ontdekt. Het is ook deze nabijheid die het mogelijk maakte hem te ontdekken via de transitmethode. Deze planeet staat 23 keer dichter bij zijn ster dan Mercurius bij de zon. Zijn afstand tot Corot-T7 is slechts 2,5 miljoen kilometer, of iets meer dan 6 keer de afstand tussen de aarde en de maan. Hoewel Corot-T7b dicht bij zijn moederster staat, is hij vrij ver van de aarde verwijderd, 520 lichtjaar precies te zijn. Deze planeet valt in de categorie superaarde. Zijn massa is 8 keer die van de onze. Zijn oppervlaktetemperatuur bereikt een hoogtepunt. Deze wordt geschat op 2500 graden Celsius. Als het mogelijk zou zijn om op het oppervlak van deze planeet te leven, zou de zon 360 keer groter lijken dan wij haar nu zien. Wetende dat Corot-T7b altijd hetzelfde gezicht blootstelt aan zijn ster, zou er geen zonsopgang of zonsondergang zijn. De dag zou permanent zijn
en we zouden worden verlicht met een absoluut verblindend licht. Korot 7b is een tellurische planeet, wat betekent dat er geen warmtegeleiding is dankzij de gassen in de atmosfeer. Op deze rotsachtige planeet komen extreme temperaturen voor. Aan de verlichte zijde is de bodem een oven die doorsneden wordt door stromen gesmolten lava. Aan de andere kant ontvangt het donkere deel geen licht. De temperatuur is zo koud dat hij het absolute nulpunt van de siderische leegte benadert. Door de dichtheid van deze planeet te analyseren, zijn onderzoekers tot de conclusie gekomen dat hij voornamelijk bestaat uit rots en ijzer. Weet u nog dat op Kelp 9b de temperatuur zo hoog was dat het metaal kon verdampen en terugvallen als neerslag? Nou, op Kelp 7b regent het rotsen. De meeste ijzer op de planeet bevindt zich op diepte, bedekt door een rotsmantel. Onder invloed van de extreem hoge temperatuur kunnen de rotsen van deze mantel verdampen en als vast puin de koudere delen van de planeet vallen. Voor de bloei van een leven zoals wij dat op aarde kennen, is Korot 7b een ware hel. Onze reis bracht ons naar enkele van de meest opmerkelijke exoplaneten in de kosmos. Fascinerend vanwege hun extreme omstandigheden of echte puzzels voor astronomen, bewijzen ze ons dat de ruimte vol mysteries zit, die de meest fantasierijke onder ons uitdagen. Over mysteries gesproken, er zijn enkele van de 4700 bekende exoplaneten die de grenzen van het vreemde nog verder verleggen. Dit is met name het geval bij WASP-12b, bijgenaamd de Eierplaneet. Deze behoort tot de categorie van hete Jupiters. Hij staat zo dicht bij zijn ster dat deze gasreus beetje bij beetje wordt verslonden. Door de kolossale zwaartekracht wordt WASP-12b geleidelijk aan door de ster opgezogen, waardoor hij vervormt en het bijzondere uiterlijk van een ei krijgt. Over een paar duizend jaar is de planeet volledig verteerd door zijn ster. Als WASP-12b niet bestand is tegen de erosie van de tijd, lijkt 55 Cancri onverwoestbaar. Op het eerste gezicht lijkt deze tellurische planeet op de onze. Maar door zijn chemische samenstelling nauwkeuriger te analyseren, hebben onderzoekers een verrassende ontdekking gedaan. 55 Cancri is bedekt met koolstof. Deze is in de staat van grafiet, maar ook en vooral in de staat van diamant. Deze kostbare samenstelling kan worden verklaard door die van de moederster die, in tegenstelling tot onze zon, meer koolstof dan zuurstof bevat. Als wij op 55 Cancri E zouden leven, zou een diamant niet waardevoller zijn dan een gewone vuursteen. We kunnen ons ook voorstellen dat we andere planeten bezoeken, zoals HD 209458b. Daar zou windenergie de beste manier zijn om energie te produceren, omdat de winden zo krachtig zijn. Op aarde overschrijden de sterkste winden nauwelijks 400 km per uur. Op Jupiter kunnen de winden meer dan 1000 km per uur bereiken. En op HD 209458b ligt de snelheid van de windvlagen tussen 5000 en 10.000 km per uur. Alsof dat nog niet genoeg is, nadert zijn oppervlaktetemperatuur de 1000 graden Celsius. Gelukkig zijn er andere sterren in de kosmos die ons meer doen dromen dan nachtmerries bezorgen. Dit is het geval met J1407b, een exoplaneet die zich op 434 lichtjaar van onze aarde bevindt. Als deze de bijnaam Super Saturnus draagt, dan is dat alleen maar omdat zijn ringenstelsel 200 keer indrukwekkender is. Een ander uitzonderlijk feit: de ringen van deze laatste hebben een draairichting die tegengesteld is aan die van de planeet. Voor wetenschappers kan dit alleen het gevolg zijn van een natuurramp, waarvan de oorsprong zeker onbekend zal blijven. Ja, het universum zit vol paradoxen.
gebeurtenissen die op onze schaal de wetten van de fysica in de war sturen. Op Gliese 436b, bijgenaamd Behemoth, vatte de sneeuw gewoon vlammen. Als gevolg van deze verbranding stoot de planeet een immense hoeveelheid gas uit in de kosmos. Deze geleidelijke verdamping laat een prachtige komeetstaart van 15 miljoen kilometer achter. Onze ongelooflijke siderische reis heeft geleid tot de ontdekking van werelden, de een nog verrassender dan de ander. Sinds de ontdekking van de eerste exoplaneet, iets meer dan 2 decennia geleden, zijn er duizenden planeten ontdekt die rond sterren buiten ons zonnestelsel draaien. Veel van deze nieuwe planeten verschillen sterk van die rond onze zon. En zelfs de architectuur van exoplanetaire systemen vertoont weinig gelijkenis met de onze. In de loop der tijd is van sommige van deze verre werelden een verrassende hoeveelheid details vastgesteld. Nog opmerkelijker is hoe snel het onderzoek naar exoplaneten zich in relatief korte tijd heeft ontwikkeld. Veel van wat we weten over exoplaneten, inclusief extreme voorbeelden zoals diamantplaneten en lavawerelden, zijn nog steeds slechts prikkelende aanwijzingen die meer gedetailleerde en nauwkeurigere metingen vereisen voordat iets kan worden bevestigd. Nieuwe ruimtetelescopen hebben een revolutie teweeggebracht op het gebied van exoplaneten. En we kunnen ons verheugen op spannende tijden met komende ruimtemissies. Voortbouwend op wat er tot nu toe is geleerd, zijn de nieuwe missies ontworpen om kleine planeten rond heldere sterren op te sporen. Omdat de gassterren helder zijn, kan de massa van de gedetecteerde planeten worden bepaald aan de hand van radiale snelheidswaarnemingen in observatoria op de grond. Massa en grootte zijn essentieel om de nieuwe ontdekkingen te karakteriseren. Het bestaan van exoplaneten staat nu onomstotelijk vast. En verschillende detectietechnieken speuren de ruimte af naar een nieuwe reeks planeten. Elke methode geeft echter slechts een deel van het totaalbeeld. En er zijn bijna altijd vervolgwaarnemingen nodig om de aard van de planeet te bevestigen. Met de gestage toename van het aantal en het soort exoplaneten valt er ongetwijfeld nog veel te leren. En naarmate we van een tijdperk van exoplaneetdetectie overgaan naar een tijdperk van karakterisering, kunnen zich nog nieuwe onderzoeksgebieden ontwikkelen. Naar analogie van ons zonnestelsel zouden er bijvoorbeeld manen rond exoplaneten moeten bestaan. En deze zouden een potentiële habitat voor leven kunnen vormen. Er wordt gezocht naar exolunes, maar tot nu toe is er nog geen enkele ontdekt. Tussen superaardes, potentieel bewoonbare planeten, onherbergzame werelden en de vreemdste, sommige zwerven zelfs, zonder zon, op de bodem van het melkwegstelsel in permanente duisternis. De kosmos heeft ons opnieuw doen dromen dankzij zijn ongelooflijke diversiteit. Meer dan de zoektocht naar bewoonbare werelden is de studie van exoplaneten een grote uitdaging om onze kosmos en de vorming van planeten, waaronder die van onze eigen aarde, beter te begrijpen. Deze eindeloze verkenning zou ons wel eens meer kunnen leren over het ontstaan van leven en ons zelfs nieuwe levensvormen kunnen laten ontdekken die, net als wij, slechts wachten op het eerste contact met externe wezens. Vandaag gaan de missies door en er komen er nog meer. NASA heeft onlangs zijn nieuwe James Webb-telescoop gelanceerd en de lancering van het Plato Observatorium door het Europees Ruimteagentschap is gepland voor 2024. Elke dag worden er nieuwe planeten ontdekt. En elke waarneming verlegt de grenzen van ons begrip van ons heelal een beetje verder. Het is misschien slechts een kwestie van tijd voordat de mensheid de geheimen van de ruimte kan ontdekken. Eén ding is zeker, deze ontdekkingen, hoe vreemd, beangstigend of revolutionair ook, zullen de verbeelding en de hoop van kosmische liefhebbers blijven prikkelen.